We zijn hier op het terrein van Autotron, vlakbij Den Bosch, vanaf Amsterdam een klein uurtje rijden. Ik heb nog een sjaaltje om, maar dat gaat straks in de zomer weg. Van 20 juni tot en met 30 juni, AIDA in concert. En vandaag is de perspresentatie, maar ik wil jullie wel even laten zien hoe het er hier uitziet. Zo mooi. Ik zou zeggen, kijk eens even goed rond. Nou ja, je ziet het, het ziet er heel erg leeg uit, maar dat gaat enorm veranderen. Er komt een enorm podium met een enorm orkest en... Hier zullen tribunes verrijzen waar jullie op kunnen zitten en genieten van AIDA in concert. Als je komt, kom dan niet net op tijd, kom veel te vroeg. Want ik kom er zo aan. Oh, nee. Want er zijn allerlei leuke kraampjes, er zijn nu maar twee hoor, maar waar je echt heerlijke dingen kan eten. Gezond, ongezond ook, maar dat maakt niet uit, als het maar lekker is toch? Laten we eens even kijken of we AIDA al kunnen spreken. Kom eens mee. Jezus, dat is zo mooi zeg. Ongelooflijk. Nee, maar echt. Ja, ik weet dat make-up veel doet. Wakker, maar... Nee, maar je bent prachtig. Maar ja, het wordt nu vandaag bekendgemaakt dat jij AIDA bent. Ja, eindelijk. Ja. Ik heb echt langer dan een half jaar hierop gewacht. Dus, hoe is dat? Ja, ik kan niet met zo'n staatsgeheim, dat is helemaal niks voor mij. Hey, maar even één ding, moet jij je niet omkleden? Dat vind je me dik of zo? Nee, dat valt wel mee eigenlijk. Ja. Nou, ik wilde eigenlijk dit aantrekken voor zo'n tijd. Nee, dat zou ik niet doen. Nee? Kijk eens, ik heb iets voor je meegenomen. Ja, ja. Even hangt daar. Nee? Ja. Okay. Doeg. Dit zijn dus de parkeerplekken en die zijn echt heel dicht bij de tribunes. Het is hier nog een beetje leeg, maar het is bijna niet vol te krijgen, want er is zoveel plek. Albert Verlinde, daar wachten we even op. Je schijnt nogal een beetje een rare entree te hebben. Ja, het duurt altijd, hè? Dit is geen Elton John. Wel mooi. Mag ik jou nou eens een keer interviewen? Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ik ben benieuwd naar de vragen. Ja, ik eigenlijk ook nog wel. Ik heb nog niks bedacht. Ik ga eerst even trouwens... Het is nu eigenlijk al veel te mooi weer. Ja. Dat sjaaltjes afdoen. Toch weer mazzel, hè, met die in concert, dat het weer iedere keer mee zit. Nou ja, dat dwingen we ook een beetje af. Het is zo'n mooi project, hè, dat daar iedereen concert op locatie ook nog een keer en dan dit weer. Dan krijg je echt zin dat je denkt, oh ja, er zit weer in juni met z'n allen te genieten van prachtige muziek, goede artiesten, groot orkest. Oh, kijk nou! Soldaat van Oranje weer. Ik heb net gehoord dat Freek zichzelf aan het voorbereiden is. Dus we gaan eens even vragen hoe hij het vindt vandaag. Ik ben heel benieuwd of ik nou een donker pruik op krijg. Of dat hij een blonde pruik op krijgt. Ik denk dat jij een donkere pruik op krijgt. Ik denk het ook. Of ik moet er allemaal weer af. Dat is ook een keer eerder gebeurd. Oh, twee keer eerder. Ja, en dan moeten we je wenkbrauw een beetje bijverven. Nee, gaan we niet doen. Nee. Laat de mensen maar geloven. Dat is het voordeel van een in concert. Hè? Het hoeft niet qua plaatje op elkaar te lijken. Dat is waar. Maar het zou toch wel leuk zijn als het een beetje geloofwaardig is. Voor mij dan, hè? Voor jezelf. Als ik een beetje op Freek zou lijken, zou ik wel heel blij mee zijn. Ja. Ben ik eindelijk eens een keer een lekker ding. Ja. Hoe voel je? En nerveus. Ja. En hoe vind je dat ze hebben gekozen voor April? Ja, ik ben daar heel erg blij mee. En ik zag ook dat je naar haar opkijkt. Klopt, ik ben een stukje kleiner. Ik moet gewoon misschien een schoen aan met een beetje verhoging. Ja. Kan, maar ik denk niet dat je het nodig hebt. Want ik zag bij de repetitie... Geloofde ik jullie al. Oké, dat is fijn. Nou, ik ga me straks ook een beetje voorbereiden, maar we gaan nog even naar buiten. Ik wil even een beetje frisse lucht, ja? Mag dat? Nou, ik ga nog even van deze... Afronden, we gaan zo van start. Hè? Maar dan ga ik me omkleden, jongens. Tot straks. Welkom allemaal hier op het fantastische terrein van het Autotron. Speeltuin van de goden, zo luisterrijk en teder, zo weerbaar en zo mooi gehaald. Nou, het is officieel van start gegaan, hè? Ik kan niet wachten, ik heb er zoveel zin in en ik merk het ook een beetje bij de mensen dat ze er erg naar uitkijken. Kaarten kun je bestellen op aidainconcert.nl. En ik zou dat wel even doen, want het schijnt nogal een beetje goed te gaan. En zeker nu ze weten dat April Darby AIDA is. Ik zie jullie hopelijk. Doei!